Onder toezicht ook van de pers werd vanmiddag in het gemeentehuis van Aalburg, door middel van een animatie, het nieuwe logo van de gemeente Altena gepresenteerd. En dat zag er zo uit. Maar voordat er gestart kon worden met het ontwerp van het nieuwe logo, is er behoorlijk wat aan vooraf gegaan. Zou je ons daar eens wat meer over kunnen vertellen? Zeker. Het begon allemaal met een hele grote aanbesteding met meerdere bureaus. Een plan wat we moesten schrijven van hoe wij dit zouden aanpakken, een geanonimiseerd plan. Een heel groot traject met uiteindelijk ook een presentatie en dan natuurlijk de geweldige brief dat het ons gegund was. Zou jij ons dus mee kunnen nemen naar het creatieve proces rondom het logo wat zojuist gepresenteerd is? Ja, wat voor ons, wij wilden het, natuurlijk het, de gemeente vangen van wat is nou karakteristiek voor deze gemeente. Nou, natuurlijk uh, is het heel natuurrijk en is het heel mooi. Maar wat echt heel typisch uh, deze streek is, is dat het omsloten is door rivieren. Aan alle kanten. Je moet een brug over meer komen. Maar in ieder geval, dus dat hebben we willen vangen. Uh, door die eenheid te zoeken in, die, in dat rivierenlandschap. Uh, door die drie rivieren te combineren, krijg je één vorm. En ja, die vorm is eigenlijk een. Een geheel geworden, het is best wel fluïde, het, het, het stroomt. En het is een drie kleuren, zoals je kunt zien. Vanuit elke hoek vertrekt een kleur en die stromen naar elkaar toe, waardoor het een heel dynamisch geheel wordt. De uitdaging was vooral om drie hele goede logo's te creëren want uh, wij waren zelf eigenlijk ook stiekem al heel snel overtuigd van deze en dan moeten er nog twee andere hele goede komen want de, de opdracht was ontwerp drie logo's waaruit we kunnen kiezen. Dus uh, we hebben drie logo's met drie verhaallijnen en uh, daar is uiteindelijk een keuze in gemaakt. Is het dan zo in de praktijk dat uh, vanaf 1 januari ook daadwerkelijk alle uh, communicatie voorzien gaat zijn van dit logo? Nee zeker niet. Uh, we hebben in het traject ook heel erg gekeken naar, naar, naar duurzaamheid dus dus waar gaan we beginnen? Waar niet? Je kan natuurlijk niet in één keer zeggen van nou, we gooien alles weg en we beginnen opnieuw. Uh, dus er wordt gekeken naar uh, voorraad bijvoorbeeld. En dan ga je stapsgewijs ga je dit implementeren. En je begint met de eerste 10, 15, zoals ik net zei. En vervolgens ga je steeds belangrijke stappen daarbij nemen. Zeker.